Nou, we gaan vandaag het bos in. We gaan kijken bij de houtoogst. En ik ga iets vertellen over hoe de dieren zich voorbereiden op de winter. Als we beginnen met houtoogsten, dan gaan we eerst het bos in. En we nemen dan een spuitbus mee en we stippen de bomen die we om willen zagen. We kijken daarbij ook naar of de bomen bijvoorbeeld een nest bevatten. Of er bijvoorbeeld vleermuizen in zitten of misschien zelfs mierenhopen. Op die plekken blijven we echt uit de buurt. Op het moment dat alles goed nagekeken is, dan gaan de machines in het bos in en die zagen de bomen dan om. Op het moment dat de bomen omgezaagd zijn, dan komt er weer een andere machine aan te pas. Die het hout zeg maar uit het bos haalt en aan de kant legt. Nou, en daarna kijken we naar de bosvakken. En als we bijvoorbeeld een kaalkap hebben, dan gaan we met een machine de bodem bewerken, zodat er weer jonge boompjes kunnen gaan groeien. Nou, we staan hier op een kaalkap. Hier zijn eigenlijk alle bomen weggehaald, dus het is helemaal kaal hier. We hebben hier de bodem bewerkt, zodat eigenlijk de jonge bomen heel makkelijk weer kunnen gaan groeien. Er zitten heel veel zaden in de bodem, er komt heel veel licht op de bodem. En dan hebben we hier straks weer een natuurlijk jong bos. We kappen niet alleen nu, we kappen eigenlijk het hele jaar door. En dat is om hout te oogsten, maar ook om te zorgen dat er nieuw jong bos ontstaat. Dat we variatie in het bos krijgen, dat voor de dieren is dat heel fijn en ook voor mensen. En dat we voor de volgende generatie ook weer gewoon heel veel hout en bos hebben. Nou, ik denk dat sommige mensen best wel eens schrikken. Bomen zijn natuurlijk heel mooi, we hebben jarenlang tegen die bomen aangekeken. Maar je krijgt ook wel heel mooi jong bos, dat kunnen we straks mooi laten zien. En dan hebben we straks voor de volgende generatie ook weer gewoon bos. Nou, er ligt heel veel hout, maar we gebruiken in Nederland ook heel veel hout. We gebruiken 16 miljoen kub hout per jaar. En nou, dan moet je denken aan vloeren, aan kozijnen, aan papier, aan potloden. Dus we gebruiken heel veel hout, dus het gaat straks naar de houtzagerijen en naar de bouwmarkten. Er zijn vroeger heel veel bomen aangeplant, waaronder bijvoorbeeld Japanse larix, Amerikaanse douglas. Dat zijn echt bomen die aangeplant zijn voor de houtproductie. Het is heel waardevol hout om te gebruiken, maar het heeft voor de natuur veel minder waarde. Een inlandse eik, er zitten veel meer insecten en vogels op en ook de zaden worden gegeten. Bomen zoals de Japanse larix en Amerikaanse douglas hebben veel minder natuurwaarde en zijn ook echt aangeplant voor houtproductie. Nou, we staan hier in een stukje bos en ik kan aan de bomen zien dat ze ongeveer 25 jaar oud zijn. Dat kan je alleen aan grove dennen eigenlijk een beetje tellen aan takkransen heet dat. Dus iedere keer zo'n takkrans heeft hij een jaar gegroeid. Nou, en deze bomen die zijn dan 25 jaar oud en dat betekent dat we voorlopig eigenlijk hier niet terugkomen om hout te zagen omdat ze nog veel te jong zijn. Dus dit bos blijft nog heel lang rustig en kan doorgroeien. In het bos hier heb je heel veel verschillende dieren. We hebben wat grotere dieren zoals de reeën. We hebben dassen, we hebben vossen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een boommatter of een wezel en een hermelijn. Dat zijn ook dieren die hier voorkomen. En daarnaast hebben we natuurlijk nog heel veel vogels en insecten en andere dieren. Maar het bos zit eigenlijk helemaal vol met dieren hier. Hier in het bos leven eigenlijk heel veel dieren. We hebben er wat grotere dieren zoals reeën, maar ook wat kleinere dieren zoals konijnen, hazen en vogels. Vogels die zie je eigenlijk natuurlijk wel heel vaak. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de vos en de das. En de das heeft bijvoorbeeld holen hier in het bos. En dat zijn vrij grote holen. En die leven dan echt onder de grond. En dat doen konijnen ook, dat doen muizen ook. Maar bijvoorbeeld eekhoorns, die hebben weer een nestje in de boom. Dat is een hele andere manier van leven in het bos. Nou, het is nu herfst en het is eigenlijk de periode dat dieren wintervoorraden aanleggen. Eekhoorns en muizen die verzamelen veel beukennootjes en eikels. Alleen dit jaar is het een klein beetje vervelend voor de dieren, want er zijn eigenlijk heel weinig beukennootjes en eikels. Nou, dat gebeurt één keer in de zoveel jaar. Gelukkig is er nog wel heel veel ander voedsel aan dennenappels en kastanjes en dergelijke. Maar toch zullen de dieren dit jaar heel erg hun best moeten doen om een goede wintervoorraad aan te leggen. Bijvoeren is niet echt een hele goede oplossing. Wat natuurlijk wel kan is gewoon de vogels voeren in je tuin. Maar bijvoorbeeld eekhoorns en muizen bijvoeren in het bos is eigenlijk niet de bedoeling. Je maakt dieren heel tam en er zijn ook dieren waarbij gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld met reeën of wilde zwijnen. Als je die heel tam maakt, dan kan het gevaarlijk worden in het verkeer of zelfs voor jezelf.
Nou, de volgende keer is het winter en dan gaan we onder andere kijken bij de vleermuizen die hun winterslaap houden.